politieke partijen die voelen dan wel de druk om meer vrouwen op hun kandidatenlijsten te gaan zetten. Precies 100 jaar geleden, in 1919, verwerven vrouwen het kiesrecht. Daar hebben ze hard voor moeten vechten. In 1922 zijn dan de eerste Tweede Kamerverkiezingen waar vrouwen allemaal naar de stembus gaan. Er is namelijk opkomstplicht. Bij die verkiezingen winnen de religieuze partijen, terwijl juist die partijen zich verzetten tegen politieke rechten voor vrouwen. Hoe kan dat dan eigenlijk? In die tijd zijn veel vrouwen thuis, hè, passen op de kinderen, zorgen voor het huishouden. En die zondagse kerkdienst was dus een hele belangrijke informatiebron voor hen. En mannen lezen vaker de krant en spreken dus ook met hun collega's op het werk over politiek. Dus in die eerste periode stemmen vrouwen wat religieuzer dan mannen. In de jaren 70 verdwijnt dit verschil in stemgedrag tussen vrouwen en mannen vrijwel helemaal. De invloed van de kerk op het dagelijkse leven wordt een stuk minder. Het gemiddelde opleidingsniveau stijgt. En door de televisie horen mensen veel meer andere geluiden. Andere redenen om op een partij te stemmen worden nu belangrijker. Bijvoorbeeld aan de ene kant de standpunten van een partij en aan de andere kant de partijleider zelf. Is hij of zij een echte leider? In de jaren 80, de piek van de vrouwenemancipatie, wordt die impact van die vrouwenstem weer wat groter. Vrouwelijke kiezers stemmen vaker op een vrouw. Het is niet zozeer dat daardoor meer vrouwen in die Tweede Kamer terechtkomen, maar de politieke partijen die voelen dan wel de druk om meer vrouwen op hun kandidatenlijsten te gaan zetten. Die druk komt ook van vrouwenorganisaties, bijvoorbeeld met acties Stem op een vrouw. En daardoor zien we ook dat in de jaren daarna het aandeel vrouwelijke Kamerleden zo stijgt naar 25%. Aan het begin van deze eeuw zien we dat de stemvoorkeuren van vrouwen en mannen weer iets meer van elkaar gaan verschillen. En dat komt vooral door de opkomst van populistische partijen. Ja, onderzoek laat zien dat bij de laatste verkiezingen meer mannen dan vrouwen op de PVV en op het Forum voor Democratie hebben gestemd. En meer vrouwen dan mannen op GroenLinks en op de Partij voor de Dieren. Partijen als PVV en tegenwoordig ook Forum voor Democratie spreken met hun krachtige uitspraken rond immigratie, veiligheid, wat meer mannen aan dan vrouwen. Die partijen worden ook wel mannenpartijen genoemd. En dat heeft er ook mee te maken dat zij echt minder vrouwelijke Kamerleden hebben. Terwijl vrouwen onderwerpen als zorg voor het klimaat, armoedebestrijding, gezondheidszorg en onderwijs belangrijker vinden. En ze werken natuurlijk ook vaak in die sectoren. Jazeker, vrouwen zijn meer bewust geworden van politiek, zijn meer bij die politiek betrokken geraakt. Bijvoorbeeld blijkt dat wel uit het feit dat vrouwelijke kiezers op vrouwen stemmen. En mede daardoor zijn er dus ook meer vrouwen uiteindelijk in die politiek terechtgekomen. Daar hebben ze de politieke agenda aangevuld met onderwerpen als kinderopvang, vrouwenemancipatie, seksueel geweld. Onderwerpen die voor vrouwen heel belangrijk zijn.